bent op de keuze gekomen om antropologie te gaan studeren, omdat ik heel erg benieuwd was naar de keuzes die mensen eenmaal maken. Niet de keuzes vanuit psyche, maar vanuit cultuur. Wat ik interessant vond in de studie, is dat het mij de gelegenheid gaf om vanaf een objectief standpunt te kijken naar mijn eigen handelen. Mijn ouders zijn Marokkaans, ik ben 10 jaar in Marokko geweest en ik kom weer terug. En voor mij was het een manier om mijn eigen identiteit, mijn eigen keuzes te rationaliseren. Een antropoloog is eigenlijk een participerend observant. Mengt zich in een groep net zolang totdat de mensen van een groep zich comfortabel voelen met de antropoloog. En gewoon een dagelijks gedrag vertonen. Als hij of zij lang genoeg in die groep heeft bewogen, dan wordt hij of zij als een van hen gezien. Niet helemaal, maar dan kunnen ze gewoon zichzelf zijn. En dan is het prime time voor de antropoloog. En die kan van alles gaan observeren, analyseren, interpreteren en documenteren. Ik heb enorm gemerkt dat de sfeer in Leiden informeel is. Sommige docenten noemde ik tante. Tante Wies nog. Ja, De deuren bij Leiden staan open en ik, andersom ook. Ik heb een keer een docent uitgenodigd voor mijn verjaardagsfeest en die is komen verschijnen ook. En die heeft meegedanst op de dansvloer en een biertje meegedronken. Maar ik vind het jammer dat het maar 4 jaar duurde, want ik heb daar de tijd van mijn leven gehad. De reden waarom ik blij ben dat ik uiteindelijk gekozen heb voor Leiden is omdat Leiden een lang geschiedenis heeft als het te maken heeft met Indonesië. Leiden heeft vermaarde professoren. Als je kijkt naar bijvoorbeeld professor Pels of Speyer, dat zijn namen die de wereld overgaan. Ik heb gekozen voor Indonesië omdat ik had daar een positief beeld bij. Ik heb gekozen voor arbeidsmigratie omdat mijn ouders arbeidsmigranten zijn. Ik wil het dicht bij mezelf houden. Wat maakt het nou dat vrouwen uit het platteland van Indonesië vertrekken naar de grootste steden van de wereld om daar te werken. 2 jaar lang hard te buffelen en hun kinderen, hun echtgenoten achter te laten. Want het waren meestal vrouwen die als huishoudelijke hulp in het buitenland gingen werken. Als ze eenmaal teruggingen, dan kwamen ze terug met een groot zak geld. Wat deed dat met de verhoudingen man-vrouw? Waar ik achter kwam is dat vrouwen vooral een voorkeur hadden voor onderwijs en mannen voor statusobjecten als een scooter, een stereotoren. Ik ben nu voor mezelf begonnen. Mijn bedrijf heet Cook & I Mediation. Ik ben eigenaar en mediator. Een mediator zorgt dat twee partijen die een conflict met elkaar hebben, aan tafel krijgt. Het voordeel wat ik met antropologie haal in mijn praktijk is dat ik bewust ben dat mensen van andere culturen, want mijn specialisatie is interculturele mediation, mensen van andere culturen nemen verschillende stappen om conflict te maken. Hetzelfde ook met verzoening, hetzelfde met het goed maken. Als ik het goed wil maken met iemand anders, dan zijn er ook bepaalde stappen voor. Dat heb ik geleerd of dat zie ik om mij heen. Die stappen zijn in verschillende culturen anders. Een voorbeeld, ik doe aan buurtbemiddeling. Er is ruzie geweest tussen een Hongaars stel en een Algerijn stel. Een Hongaarse vrouw die klopt aan bij de Algerijn stel en vraagt om het rustiger te doen. Want we hadden last van geluidsoverlast. Wat doet de man nadat hij teruggekomen is van zijn werk? Hoort dat de Hongaarse vrouw daarover heeft geklaagd. Nou, die rent heel snel naar beneden om zijn excuses aan te bieden. Hongaarse vrouw doet de deur open, die denkt, nu komt de excuses. Hij loopt bijna dwars door haar en vraagt de man om excuses. De Hongaarse vrouw die was daar helemaal niet van gediend, want die zei van, hey, ik ben degene die klacht heeft gemeld. Ik kom uit een communistisch land, we zijn allemaal gelijk. Geluidsoverlast was niet het conflict. De manier hoe ze elkaar benaderden deed het olie op het vuur.